In de vroege ochtend van zondag 2 april is een deel van een school te Guyaba in brand gevlogen. Het gaat om enkele leslokalen die als magazijn dienden, die volledig door brand zijn verwoest. Het ministerie van Onderwijs zal de schade laten inventariseren, waarna de school zo snel mogelijk zal worden voorzien van de nodige leermiddelen die verloren zijn gegaan. Door het gebeuren zijn 40 leerlingen tijdelijk verstoken van onderwijs. Het ministerie doet er alles aan om de lessen aan deze leerlingen na de paasvakantie te hervatten. België wil haar samenwerkingsverbanden met Suriname verder uitbouwen. In dat kader bracht een Belgische delegatie op 21 maart een bezoek aan het ministerie van Buitenlandse Zaken. Met het uitbreiden van de samenwerking willen beide landen werken aan het reguleren van het personenverkeer. Het bezoek is het gevolg van de ondertekening van de MOU over migratie tussen Suriname en België. Tijdens het bezoek is er geëvalueerd over de uitvoering van de MOU en is de eerste erkenning van de Benelux-teksten en het visumvrij reizen van houders van diplomatieke paspoorten besproken.